Yes guys, welkom weer bij een goed nieuwe video. Mijn naam is Paul van Sprundel en welkom bij deze video over het vinden van winstgevende producten in 2024. Hoe ik dit voor mezelf heb gedaan de afgelopen 5 jaar en hoe mijn studenten dit al bijna 2/3 jaar alweer doen. De meeste mensen die lanceren dus producten zonder enige logica en reden. Ze lanceren gewoon producten en hopen uiteindelijk dat het werkt. Ze gooien iets tegen de muur aan en ze hopen dat ze een keer de loterij winnen. Dat is natuurlijk niet hoe de wereld in elkaar zit en ook niet hoe je resultaat gaat behalen. Nou, je moet de producten dus testen en dat moet je dus logisch gaan benaderen. Anders is het niet eens waard om producten te gaan testen en gewoon te gaan gokken. Dan kan je beter naar het casino gaan uiteindelijk. Met een beetje toegepaste logica kunnen we veel betere resultaten zien en meer duidelijkheid hebben over de producten die we lanceren. Wat er goed gaat, wat er misgaat. En daarom moet je ook gewoon logisch nadenken om een goede dropshipper te kunnen zijn. Nou, wat is dus de logica achter het testen van een product? Je moet begrijpen welke waarde je kan toevoegen aan dit product. Zoek voor producten die uiteindelijk nog ruimte hebben voor verbetering. Probeer producten te zoeken of soorttype producten die al gevalideerd zijn in de markt. Die al winners zijn of al enige tijd draaien. En daar kan je dus op inspelen. Nou, analyseer de voor- en nadelen van de funnel van je concurrent, van andere dropship store. En kijk waar je waarde kan toevoegen. Kijk of er potentieel een variant is van het product online. En dan kan je die bijvoorbeeld gaan testen. Denk aan andere product angles om hetzelfde product te laten zien of het product te verkopen. Dus een andere soort marketing angles, misschien inspelen op de pijn of juist inspelen op de plezier van het product. Een andere soort invalshoek om eigenlijk die klanten naar je toe te trekken. Nou, hoe kan je uiteindelijk value toevoegen? Op het eerste ogenblik zul je misschien niet altijd de kans zien voor verbetering. Misschien heeft iemand wel een geweldige custom-made video, een super clean website en meerdere miljoenen aan views. Maar geloof me, er zijn altijd dingen waarop jij als persoon kan verbeteren. Je moet er alleen goed naar kijken en in deze video leg ik je precies uit hoe je dat kan gaan doen. Nou, het vinden van producten met potentie is helemaal niet moeilijk. Mensen maken het alleen maar veel te moeilijk uiteindelijk. Nou, vinden van potentiële producten is makkelijk en dat is ook gewoon een mindset. Zoek voor producten die al werken voor andere stores en test die. That's it. Bestuur Instagram en Facebook ads. Kijk wat er nu draait. Kijk wat andere stores draaien. En ja, de best lopende. Die ga je ook testen, alleen je gaat daarop verbeteren. Gebruik My Big Edge om stores bijvoorbeeld te trekken. Dan heb je nog veel meer andere soorten voor van. Gebruik Viral Vault, is een software om elke dag producten te krijgen die je kan gaan testen die potentiële winnaars zijn. En identificeer ook zwakke punten van de store die dit product aan het runnen zijn. Wat doen ze minder goed en waarop kan je verbeteren? Hebben ze zwakke content? Hebben ze zwakke funnel? Runnen ze een organiseerde low-value store en kan je dus een mooiere store bouwen, een betere funnel en betere content? Kan je van ze winnen? Als je deze dingen niet kan vinden, denk aan hoe je deze kan gaan verbeteren. Als je dat niet kan, heb je uiteindelijk 3 opties. En dat is het succesvol maken van een product. Zoek naar een andere angle, die marketingsangle waar we het net over hebben gehad, hoe je dit product kan gaan presenteren aan de menigte. Zoek naar een vergelijkbaar product in de industrie om die te gaan targeten. Nou, voldoet die aan allebei van deze dingen niet, dus geen nieuwe marketingangle en ook geen vergelijkbaar product in deze industrie die ook hard kan lopen. Skip dit product als deze mogelijkheden niet zijn. Het is simpelweg niet waard om jouw tijd, energie en geld hierin te gaan steken. Nou, praat over ads. Let's go, we gaan het over ads hebben. De meeste mensen gaan niet diep op de producten die ze testen. Het geld dat ze uiteindelijk spenderen aan 3 producten, hadden ze beter op 1 product kunnen doen. En hadden ze veel betere data gekregen om mee te werken. En hadden ze veel betere beslissingen mee kunnen maken om sneller succesvol te worden met Shopify dropshipping. Nou, een winnend product is uiteindelijk gemaakt door de marketing. Je moet meer dan 1 creative gaan testen. Creatives zijn typisch het gebied waar dropshippers hun klanten verliezen voordat ze ook maar de kans krijgen te verkopen. Als je geen goede ad copy, targeting, video, thumbnail hebt en je krijgt niet genoeg kliks, ja, dat is misschien het eerste waar je momenteel al steken laat vallen. En je moet een minimaal hebben aan 500 om producten te gaan testen. Als je deze logica toepast om producten te testen en je zelfverzekerd bent over de producten die je hebt uitgekozen. Ik heb echt meerdere video's op mijn kanaal staan over mijn product research strategie, dus bekijk deze zeker. Is €500 een prima bedrag om het voor jou te gaan laten lukken. Leer hoe je ook data kan gaan analyseren, niet alleen ROAS en sales analyseren, maar ook kost per klik, CTR en de CPM. En bestuur de ad-analyse video's die ik op mijn kanaal heb staan, nadat je deze video hebt gecheckt. Nou, bedankt voor het kijken van deze 5 minuten video. Check de links in mijn bio om uiteindelijk met mij te connecten. Abonneer, laat een comment achter en like deze video. En dan zie ik je graag weer terug in de volgende video. Ciao, ciao!